Het vraagstuk van cyanide in het district Brokopondo wordt nog grondig onderzocht. Er is een cluster van ministers bezig zaken goed in kaart te brengen. Volgens minister Marciano Dassai van Ruimtelijke Ordening en Milieu, ROM, moet duidelijk worden vastgesteld als cyanide voor de plaatselijke verontreiniging heeft gezorgd. Tot zover hebben alleen Newmont en Rosebel Goldmines vergunning om het middel te importeren. Als het werkelijk om cyanide gaat binnen de mijnbouwsector in Brokopondo, dan gaat het volgens minister Dazai om smokkel en dit zal tot in de puntjes worden onderzocht en bestreden. We hebben een clusterteam van ministers, minister EZ, minister NH, minister Volksgezondheid en minister ROM. Wij pakken het integraal aan, omdat het is eigenlijk een milieu-issue, maar een miningsproblematiek. En daaraan gerelateerd gezondheid en ook natuurlijk de import van dat spul. Het wordt integraal gedaan. Dus wij als ROM kunnen wel op basis van onze capaciteit onderzoek laten doen, adviezen geven aan de rest. We hebben bijvoorbeeld vanuit onze kant al onderzoek laten doen. We hebben samples getrokken. Bleek dat er inderdaad waar er sprake was van dat het spul is gevallen in het water, dat er daar wel verontreiniging heeft plaatsgevonden. Maar nu zijn we dus bezig de rest te streamlinen om dit probleem aan te pakken. Interministerieel zal ook worden onderzocht via welke route cyanide het land binnenkomt. Ook het Openbaar Ministerie is erbij betrokken om het strafrechtelijk deel op zich te nemen. Dazai begrijpt dat de gemeenschap verontrust is en zegt dat er met alle voortvarendheid gewerkt wordt om zaken op orde te stellen. Voor hem is van belang dat er geen desinformatie wordt verspreid wat tot meer paniek kan leiden. Het kan zo zijn dat het hoeft nog niet zo te zijn dat er een ramp is. We moeten eerst onderzoeken. Er lopen zoveel beelden op social media van vissen die doodgaan. Er worden zelfs films gebruikt van 6 maanden geleden. Toevallig ken ik die film. Het is een film die was gemaakt in Noord waar vissen doodgaan. Er zijn meldingen geweest bij Nimos van vissen die doodgaan in Wanica. Na onderzoek is gebleken dat het gaat om zuurstofarme water, want de sloten zijn niet opgehaald geworden, zijn niet schoongemaakt geworden. En daarom is onderzoek belangrijk. Op basis van onderzoek kan je dan vaststellen wat het probleem is. En natuurlijk gaan we anticiperen. We hebben ook gevraagd in het clusterteam aan minister Volksgezondheid om ons te assisteren. Er gaat een medische zending naar de gebieden om de mensen te onderzoeken.